We zijn na de dag van de samenwerking het mastertoernooi beginnen voorbereiden. Het is vandaag het resultaat gekomen. Een beetje jammer van de regen, maar alle ploegen zijn enthousiast aanwezig. Ze hebben onderling wedstrijdjes gespeeld. Dan hier binnen is de randanimatie met de spionkop geweest. En buiten is ook Westel Magic van de trainers van Westerlo uit. Een activiteit georganiseerd. Dat is een beetje in het water gevallen, daarmee dat we veel hier binnen hebben georganiseerd eigenlijk. Ja. Hoeveel spelers en hoeveel ploegen zijn er uiteindelijk bij betrokken? Het hele gebeuren, Westel Circle dus, het samenwerkingsproject, omvat 24 ploegen. En die zijn vandaag allemaal aanwezig. In de voormiddag hadden we de U7 en in de namiddag de U8. Het weer vandaag is niet zo schitterend als ja, een beetje een domper op het feestvreugde. Ja, absoluut. Het is jammer, zeker omdat het mijn eerste keer is dat ik het mag organiseren. Het valt een beetje in het water, maar al bij al verloopt alles vrij vlot. Vond je het leuk vandaag? Ja. Wat zou je vandaag nog allemaal willen doen? Naar tv kijken. Kent er iemand van jullie spelers van Westerlo? Ja. Kevin. Ik ken er 3. Kevin, McDonald's en koffie. En wie is er eigenlijk, wie gaat er later ook voetballer willen worden? Ik ben al een beetje bezig geweest met een paar mensen die van hier zijn. Een beetje aan het jongleren geweest en ja, dat valt hier goed mee. Dat is leuk, kunstgras en zo, ja. Zit er jonge talenten tussen volgens jou? Ik denk dat wel. Ik heb hier al een paar gastjes goed bezig gezien die dat hier toch wel een goede baltechniek hebben en zo. Dus het valt goed mee. Ja. Wat verwacht je nog voor de rest van de dag? Ik hoop niet te veel regen, dat vooral. Maar ik denk wel dat er een leuke namiddag in zit. Ja, deze voormiddag niet echt ideaal weer, hè? Ja, nee. Ik heb thuis zitten kijken naar het weerbericht en ik heb gezien dat er mogelijk nog een buikje zou kunnen uitvallen. Dus ik hoop dat we nog een warme chocomelk of zo gaan krijgen na de wedstrijd. Welke ploeg zijn jullie? Zoerlo Sport! En wat staat er vandaag op het programma voor jullie? Weet ik niet. Gaat er voetbald worden? Ja. Denk het. En de trainer, is die tevreden van jullie spel? Ja, heel zeker. En wie maakt er de meeste goals van jullie? Hoeveel heeft hem er al gemaakt? Mijn record is 7 en ik moet er nu 8 maken. Ga lukken vandaag. En eergisteren, donderdag, hebben wij tegen Westel moeten shotten en 7 goals gemaakt.
hoop dat we Westel Circle naar volgend seizoen toe nog kunnen uitbreiden. Het is, vanaf dat het is opgericht, al steeds gegroeid naar nu 24 clubs. En we hopen toch volgend jaar misschien 30 clubs erbij te betrekken. Ja.